mij, dood. Ik zuig je bij je kop. Boom. Ik kan hem vermoorden. Ik heb er weer super veel zin in. Want vandaag gaan we in de floor van het museum van prehistorie en dat soort dingen. Dus we gaan allemaal dino's tegenkomen. Het gaat super vet worden. Even kijken, record alles. Ja, smash even op die like als jij van dinosaurus houdt. En hier, Kraai, jij mag eventjes in het stofzuigertje. Jij bent troep. Ah, kijk hoe cute deze dinosaurus hier is. Wow, dit zijn wel grote botten. Liep jij nou? Jij moet erin, jij bent te gevaarlijk. Wat moeten we doen? We gaan maar gewoon hierin lopen. Oké, dat ziet er niet zo chill uit. Oh, dat zijn allemaal kraaien. Kan ik overlopen? Oké. Hallo? Oeh. Hé, mag ik dat? Dat zou ik best wel chill vinden. Oeh, kijk, wat is dit? Bam, het theater. Oh. I know it. Dat is ook echt de eerste keer dat ik iets weet. Luigi. Yank. Ziet er fijn uit, man. Oh, kijk, daar is een dood in de schilderij. Oké, die veranderde van positie. Dat zag ik. Ik loop er gewoon rechtop af. Alsof ik gewoon zo'n mattie ben. Kom hier, dood. Huh? Oké, dat is naar. Gewoon een skeleton. Oh. Nee, eet dood niet op. Ja, maar als je iets opeet, dat kan niet. Dat kan niet zo door je keel gaan. Ja, dat dacht ik al. Oké. Ah, die trillingen. Ik weet niet of mijn controllers bijna leeg zijn. Oh nee, boss battle. Nu al. Eat egg. Wat? Hij eet hem op. Hier, pak deze. Oeh, ja, ik heb het gedaan. Hij at het andere ei, maar deze niet. Oké, dus je moet er gewoon 2 eieren voeren. Je moet heel snel lopen. Misschien kunnen we ook wel Luigi daarvoor gebruiken. Dat gewoon Luigi hier aan 1 kant staat. Oh, Luigi is nu al dood. Help. Hier, go. Ren. Waar is het andere ei? Waar is het andere ei? Gun me 2 eieren aan, neef. Ja, als die eet, kan ik hier Luigi. Oké, kom dan, hè. Laat nog een ei pleuren. Ah, ja, die was op mijn hoofd. Waar is het andere ei? Oh, die is kapot. Kon hij maar iets anders knagen? Oh ja, die vogels daarboven droppen eieren. Oké, hij moet iets anders laten droppen. Hé, hoezo kan ik dat niet oppakken? Help een broeder, dan moet ik oppakken, dat debris. Ik heb een idee. Het is een beetje gemeen, maar misschien kan je hem even op Luigi laten kouwen. Oh, joh. Hier, kou op hem. Ja, beter man. Lekker wibbes, of hoe je ook eet. E-wibbes. Oh, hij is los. Mag je best wel even mee. Oké, pak dit. Huh? Hoezo? Wat raakte mij? Oh, hoezo deed dat hem niks? Oeh, ren weg. Ja, lekker. Oh, hij power. Hij heeft een charge. Hij heeft een supercharge. Ja, dat kan mij niks doen. Ja, lekker. Dat is weer. Heeft hij nu weer een supercharge? Oeh! Zijn dingetje is exposed. Hij heeft geen ribbenkast meer. Wat een noob. Ja, beter. Oké, ik doe gewoon een boss battle, man. Maar hij zit letterlijk het enige in de prehistorie. Oh, hij pleurt uit elkaar. Beter. Oké. Een oerspook. Ja, hallo. Oké, dan moeten we overeen springen. Hij doet weer die shockwaves. Net zoals die pianoman. Net zoals Geert Wilders. Oh, zo makkelijk. Wat een noob. Piem, pam, boom. Je bent gebamboezeld. Oh, agressie hoef je niet te tonen hoor, meneer. Laat hij je nou vurige scheet? Doet hij nou shockwave? Ja. Wow! Bam! Go. Pak hem.
Hoppa, 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 hoppa. Kom op, doe het! Nee, wat? Hoezo? Ik heb echt 3 keer dat gedaan. Dat is oneerlijk. Die muziek ook als je hem opzuigt. Oké, dit is de laatste keer. Oh. Ja, je bent op. Dag, ja, die mag niet mee. Oh. En hij bukt daar nu in de muur. Ik had echt verwacht dat er dus weer een boss battle zou komen in deze video. En dat ik keihard vast zou zitten. Maar ik heb er 9 minuten over gedaan. Hallo. Die piepjes. Breng de Toad naar de lift. Oké. Kom mee, Toad. Ik zuig je bij je kop. Boom. Ik kan hem vermoorden. Hier, uit het raam. Boom. Ja, daar kan ik je niet oppakken, hè? Hey, kijk. Kom eens, kom eens, kom eens. Wat ren je achterlijk? Kijk, hè? Boom. Uit het raam. Hey, home run. Dat is zo dom. Kom. Volgens mij hadden ze geen zin meer in dit. Dit was echt gewoon het kleinste ooit. Dat vind ik wel een beetje weird. Het is zeg maar zo'n beetje 1 of 2 kamers. Daarna een boss battle. Het is allemaal heel klein. Bye bye. Bye bye. Oh, en dan komt er weer iets of zo. Dus dan ga je niet mee. Oh, je hebt geen elevator key. Daar staat hij stil na te denken. Ik snap het verhaal niet echt dat hij zo naar boven gaat. Ja, natuurlijk om die dingen op te roepen. Ja, of die dingen te redden. Mario en zo. Dan moet je echt op zoek naar de laatste Toad, prinses en Mario. Oké, wat nu? Kan ik hier naar boven klimmen? Hoezo niet? Hé, wat kan ik hier dan nog meer doen? Helemaal niks. Is dit een secret deur? Oh, hij loopt slomer. Oké, er is iets veranderd. Wat? Plopperschot. Ja, maar er valt nergens plopperschot op te gebruiken. I don't get it. Hé, hey, wacht eens even. Ja! Haha, ik zag het lampie. En natuurlijk alleen maar geld. Oh nee, en een gem. Oh, beter. Hup, krantenwijk. Hoppa. Kan ik dit of zo? Op jouw neus. Fijn. Oh, ja. Huh? Had hij een elevator key? Oh, dat wist ik helemaal niet. Huh? Die heb ik niet gezien. Nadat we B2 hebben, nog gewoon 6. Dat is echt heel weinig nadat we deze hebben gedaan. De ketelruimte, de boiler room. Het is wel echt cool dat creepy aspect. Ik loop niet naar links, oké? Ik ga... Oh, wat? Mechanic? Engineering? Steampunk? Oh yeah. Gewoon een lab. Ja, boiler room. Een aardig grote. Alles opzuigen.nl. Oh. Ineens de transition. Ja, ik zie de Luigi-pijp. Oh, ik heb een key nodig. Ik zie al meteen hoe ik daarin moet. Ik moet zeker de leiding omdraaien, yup. It's gonna take a very long time. Oké, laten we eerst het maar even dichtdraaien. Oh, dat hadden we sowieso nodig, want er komt Luigi hierheen. Hallo?
Hallo? Je mag er best wel even doorheen gaan. Oh, wat? Ja, dat is alleen maar voor geld. I don't care eigenlijk. Ik zie het al. Zo. Ja, nu doet hij het wel. I am thinking. What may I do? Wow! Ja, hoezo moest dat water dan uit? Dan ga ik gewoon daarin, ja. Maar er valt hier amper iets te zuigen. Ja. Dit is gewoon cheap. Sommige zijn leuk. Bossfights zijn ook wel leuk. Maar sommige zijn echt gewoon frustrerend. En die kon hij ook naar links lopen. Nou, dan gaan we weer even terug. Crap. Nu heb ik de sleutel niet. Genaaid. Die ligt nu daarachter. Ik heb hem voor de tweede keer weer gevonden. Hoppa, ga er maar in. Oh ja, ga maar even door de pijp. Ja, goed zo. Pak jij hem weer, ga je weer juichen. Ja, ik heb hem. Terwijl je hem al 3 keer heb gehad. Overslaan. Sorry hoor, maar ik wil niet weer zien. Oh, de sleutel verdwijnt. Hoppa, weg met die emmer. Hoppa, even een lekker gevecht. Weg met die emmer, weg met die kleintjes. Plop. Ik vind die spoken wel schattig. Nou, nu moeten we aan heel veel valves gaan draaien. Oké. Okay. Wat gebeurt als ik nu hierin ga? Wordt Luigi dan levend verbrand? Oh jeetje. Ik weet het. Hoe? Deze valves. Deze, die gouden, die je ziet, deze, die van deze valve, dat zijn voor die gele. En deze, dat is voor die 3 zilveren in het midden. En die hier linksboven is voor die linkse en rechtse. Ik heb het gewoon daar zonder gehaald. Kijk uit, je wordt geëlektrocuteerd. Dus ik heb dat gewoon met geluk gehaald. Maar dat is wel grappig. Oh crap, nu kan ik het niet meer zien. Maar deze was dus van die 3 middelste. Deze waren van die gouden. En die waren van de allerlinker en allerrechter. Let's go. Hello. Einde muis. Oh ja, die doe je blijkbaar ook gewoon damage. Die moeten we zeker allemaal aanzetten. Oh ja. Okidokie. Je moet niet daar staan, want dan ga je door het water. You gotta be kidding me. Ik denk dat ik hier met Luigi heen moet eigenlijk. Maar ja. Ik kan ook zo naar de andere kant gaan, maar dat is gewoon een kist zo te zien. Oh, ik heb het goed gedaan. Wauw. Deze floor is wel heel mooi. Oh, Luigi stond daar beneden. Oh my god. Oh, die kan je zo unlocken, die kluis. Nee. Oh, die puppy kan gewoon over water. Hé, hey, red hem misschien even. Hij gaat half dood. Heet water. Kokend heet water, weet je wel. Doggy. Ik zuig Doggy op. Je zit flink in de knooi, Luigi. Ik weet niet meer hoe die heel diep, geloof ik. Dus hij is waterdicht. Oh, beter. Door er in je jol gaan, ouwe. Wat is dit? En we moeten uiteindelijk bij die kluis. Oh, dan moeten we al die pijpleidingen gaan doen voor Luigi draaien en zo. Jemig. Daar zie ik echt tegenop. Het is wel leuk, maar moeilijk. Lucky?
ik weet het. In de badtent, neef. Oh, zo joh. Oh, dat is cool. Woehoe! Ja, nee. Dag, Luigi. Oh, dat is gewoon alleen muntjes. Later, boys. Nou, kan wel. Dit is echt heel goud. Ja, dukaten. Oké, kijk hoe goud dit is. Woehoe! Hé, wat gebeurt er? Hier, meloen op je, Luigi. Maar ik snap het niet. Hoezo moet ik dat dan doen? Normaal gesproken kan je door en dan doe je Luigi gewoon uit. Maar dat hebben ze er nu weer even weggehaald. Kan je daar overlopen? Nee. Dus dan moet je deze nemen. Dan kan hij daar zo aan de andere kant van de poort, oké. Woehoe, let's go! Woehoe! Ga aan de kant. Yeah! Oh, een mijn! Wat moet ik doen? Ik begrijp echt niks van deze puzzel. Zuig hem maar allemaal op! Oh, ik weet het al. Ja, oké, ik weet het al. Let op, hè. Oh, mijn. Zo. Kijk hoe snel die bad heet gaat, hè. Hij leunt ook helemaal naar voren. Oh, kijk uit de piranha. Oh, kijk, nu kunnen we door. Maar ik snap het wel. Oh, dat zijn spikes. En dan prik je ding lek. En dan ga je dood. Ja, dan dit maar, I guess. Ik zie geen valves wat Luigi iets mee kan doen. Oh, ik moet opschieten voordat hij naar de spikes gaat. Kunnen we even wat tijd winnen? Huh, Luigi is dood. Oh, je kan die even op land en dan kan ik er weer in spannen. Zo, kunnen we zo langs het water... Hij deed dit. Oké, er zat een haai achter me aan, zogenaamd. Oké, hier rechtsboven, voor als je niet weet waar we zijn. Hoppa, oké. Daar moeten we heen. Om het uit te zetten. Het is ondiep, dus dat kan niet. Let's go. Hoe gaat Luigi daar komen? Het water gaat ook niet weg. Maar dit is gewoon waar hij heen gaat. Hij moet hierheen om die velf te draaien. Oh. Even wachten, Pik. Ik moet waarschijnlijk Luigi ook omhoog helpen. Dit is het niet. En maybe even de oplossing. Dan gaan er ondertussen echt gewoon alleen maar bommen af. Misschien moet je gewoon plopperschot, wat me echt sterk lijkt. Nee, kijk. Oh, laat maar. Alles draint. Die is weer zoals normaal. Ga terug naar waar je vandaan kwam en ga achter de spoelconcierge aan. Dag eend. We mogen nog steeds mijnen. Oké. Een itballon. Zo te zien loopt het hier dood. Nee. Hoe keer ik me dan terug?
Oh, met een ladder. Oké. Okay. Oh ja, we kunnen gewoon lopen. Oh, wat doe jij? Wat zielig. Ze gaan dood. Ja, ik heb door de marches laag zijn. Je hoeft niet de hele tijd... Heb een leven, alsjeblieft. Heb een ziel. Dag. Je hoeft het niet. Ja, ik weet het. Ik ga bijna dood. Wauw, we zijn er nu al. Oh my... Oh. Nou, hij staat er helemaal goed. Oké. Oké, oké. Let's go. Dit vind ik wel een van de leukere floors, om eerlijk te zijn. Oh. Daar zit hij. Alweer, ouwe. Gaan we hier nou een bosbattle doen? You kidding me? Hij doet ook mee in de party. Oké. Oké, hij gaat me slaan met een zweep. Wat zijn spikes? Zo, gekke drifting hier. Ja, oké. Ouwe. Ik heb de cutscene al gezien. Ja, ik heb hem gezien. Hij stapt op een eend. Hij joint je in de water party. Hier, kan ik eruit? Ik kan eruit! Ik kan eruit! Go, 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 go! Come to me, you little boy! Bam! Op de grond! Oké, zo werkt het dus. Maar hij gaat nog veranderen. Ga maar weer in de band. Kom dan, hè? Woe! Ja! Hij gaat kapot, hij gaat kapot. Ja. Oh, die is duizelig. Pak hem, pak hem, pak hem! Go, go, go! Het land op, het land op! Go, go, go! Ren! Wat doe je? Ren, jongen! Oh mijn god! Hij ging niet lopen. Ging niet lopen. Oké, maar we hebben hem wel. We hebben hem wel. Hier. Kom dan, hè. Ja, zo ver weg. Dat ga ik niet redden. Dat ga ik niet redden. Ren alsjeblieft! Oh, bro! Hij loopt gewoon, hè? Ben je gek? Ik heb hem wel, ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Oeh, first try. Oké, ja, eigenlijk second try, maar dat was een beetje BS. Oké. Yes, elevator key. Hoppa, in het water. Awesome. Hé, bro, hij zinkt naar de bodem, hè? Dat heb je hopelijk door. Twee boss fights in één video. En ik heb niet eens zo hard geraged. Wauw, dat is ook echt iets nieuws. Dat is ook iets nieuws. Nou, weer een uur erover doen om weer naar huis te lopen. Wow, hoe zit mijn haar trouwens? Gewoon zo'n beetje aan het eind van de video. Oh, hoe zit mijn haar?